Hallo kijkers van DJ Ellie, welkom bij Akina aflevering 3 met webcam deze keer. Trouwens, het wordt nu ook geëdit door Funs, dus shout-out naar Funs, want hij doet die twee series en ik twee series. Een beetje eerlijk verdeeld, maar hij probeert zich soms ook een beetje buiten het maken van de random video's. Maar wij gaan dus weer Akina spelen, we hebben weer comments gekregen en dat waren er een aantal. Maar we gaan er 3 uitkiezen, want we hebben er 4 gekregen in totaal, dus eentje valt weg en eentje van Shane dat wegvalt. Maar we gaan beginnen met iemand, want ik weet niet meer precies wie het anders was, maar die zei, ik weet de moeilijke, de spider van Minecraft. Dus we gaan die proberen, of Akina moet die dus proberen te raden. Goed, vraag 1. Is het personage van vrouwelijk geslacht? Dat weet ik gewoon niet, want ja, komt het personage voor in de tv-serie Pokémon? Nee. Loopt het personage op 4 poten? Draagt het personage kleding? Nee. Staat het personage op 2 poten? Benen? Nee. Dit is een dier? Ja. Onder water leeft het niet. Het kan niet vliegen. Het zit, ja, echt bestaan. Ja. Heeft het benen of poten? Ja, dat wel. Heeft hij een staart? Nee. Is je personage de bloedbroeder van Winnetou? Nee. Wordt je personage dikwijls beschouwd als slecht? Ja, want hij killt mensen. Bijvoorbeeld, is slechts handig? Nee. Ja, weet ik niet. Heb je personage ooit gezien in de echte wereld? Nee, want er bestaat niet in de echte wereld. Heeft hij een groot litteken gezicht? Nee. Heeft het te maken met insecten? Ja. Bestaat je personage echt? Nee. Heeft je karakter te maken met Minecraft? Ja. Is het personage zwart? Spiders zijn zwart. Ouder dan 20? Weet ik niet. Personage blauw? Nee. Ik denk aan Spider Minecraft. Hij heeft het weer geraden, dames en heren. Niets te geloven. Akinator, applausje voor jou. De volgende die we gaan is een nieuwe. En dat wordt Da Vinci Style, aka Vincent. Dus dat was een van Shane, die gaan we dus nu. Of Akinator moet je proberen te raden. Zorg dat de cam misschien een beetje trilt of als je af en toe scherp stelt, terwijl het is voor de camera. Goed, heeft het personage eigenlijk bestaan? Ja. Is het personage een meisje? Nee. Is het een Belg? Nee. Ouder dan 30? Nee. Gamekanaal? Ja. Woont het personage in Nederland? Ja. Heeft het personage bekende vroeger? Nee. Komt hij in de volgende Kingdom serie? Nee. Speelt het personage Minecraft? Ja. Is hij ouder dan 20? Ja. Niet op dagelijks CD? Heeft het geen krullen? Is het personage dik? Nee. Heeft hij een vriendin? Ja. Heeft het personage zwart haar? Ja, dank je. Niet Chinees? Een DDG? Nee. Heeft het personage zilverhaar? Nee. Heeft hij tattoos? Nee. Is het personage roze? Nee. Speelt het personage in Kingdom? Nee, tweede keer. Was je personage ooit eens een Europees kampioen? Nee. Komt je personage voor een Mario spel? Nee. Is het met GTA? Nee. Ja, hij speelt met GTA. Heeft je personage een huisdier? Weet ik niet. Denk aan... Nee, meneer. Fout! Dan heb je helemaal fout. Het is... Nee, je hebt het fucking fout. Fuck you. Ook weer even door. Heeft hij zijn relatie? Ja. Heeft een kat? Weet ik niet. We gaan door, hè. Werd het personage altijd vergezeld door een hond? Weet ik niet. Is deze persoon een atheïst? Wat is een atheïst? Weet ik niet. Komt de personage voor een stripverhaal? Nee. Kent je personage Beast? FTW? Weet ik niet. Houdt je personage van bloed? Nee. Heeft je personage gevoel voor vuur? Weet ik niet. Is het personage bekend in de jazzwereld? Nee. Rookt je personage? Nee. Woont je personage in zijn geboortedorp? Dat weet ik niet. Heeft hij een snor? Nee. Was je personage... Werkt je personage bij Cube Entertainment? Weet ik niet. Draagt je karakter zijn sleutels aan een metaal? Nee. Heeft hij ook ooit zijn hoofd geschoven? Nee. Weet je personage veel? Dat weet ik niet. Komt je personage voor een filmtrologie? Nee. Is je personage een mooie vrouw? Nee, want het is een man. Is je personage getrouwd? Nee. 45 vragen al jongens, voor één fucking persoon. Zit hij in de Kingdom? Nee, hij zit niet in de Kingdom. Niet in 10 dingen. Is hij lang? Weet ik niet. Houdt je personage van chocolademelk? Weet ik niet. Reist je personage ooit naar Londen? Weet ik niet. Ziet je personage op gisteren? Weet ik niet. Ik denk aan Vincent. De Dutch Sturms. Dat is hem nog niet. Nee. Het is niet de Vincent van de Dutch Sturms. Het is de Vincent van Da Vinci Style Games. Ik zie hem niet. Tussen staan. Mijn karakter. Ik zat niet in de lijst. Aan wie denk ik? Vincent. En dan ga ik dat eens sturen. Vincent, YouTube, de Dutch Terms. Zijn er nog niet tussen? Ik zat niet in de lijst. Wacht. Vincent, Da Vinci Style Games. Misschien dat hij nu wel iets vindt. Maar we hebben ook een aantal geslagen. Dat werd tijd. Het werd gewoon tijd. Laat het personage dat Akinator moet gaan raden, wordt hij zelf. Oké, is het personage een Belg?
Nee, want het staat aan een elleboog. Dus dan is het personage een mens. Ben jij een mens? Ik denk dat jij een geest bent. Weet ik niet. Komt je personage in de tv-serie? Nee. Is het personage een vrouw? Nee. Is hij slecht? Nee. Heeft hij echt bestaan? Nee. Vecht je personage? Nee. Heeft je personage een snor? Ja. Heeft je personage te maken met Akinator? Ja. Bestaat je personage echt? Nee. Heet hij cornflakes? Weet ik niet. Woont je personage in Brabant? Weet ik niet. Maakt hij kunstwerken? Weet ik niet. Speelde hij Call of Duty? Weet ik niet. Woont hij in een ananas? Nee. Speelde je karakter Mindcrack? Weet ik niet. Hoort je personage bij je gelijk gamen? Nee. Heeft je personage een ziekte? Weet ik niet. Ik denk aan Akinator's brother. Ik denk dat het ongeveer, ja, zoiets. Maar eigenlijk nee, maar we gaan verder. Heeft het personage twee benen? Nee, geen benen. Speelt hij in de band We The King? Nee. Is het personage een schilder? Nee. Speelt je karakter in voor een Zwolse club? Nee, denk ik. Heeft het personage iets te maken met drugs? Dat hoop ik toch niet. Heeft hij een vriendin? Weet ik niet. Is hij ouder dan 20? Weet ik niet. Speelt je personage op dit moment in een team? Weet ik niet. Is het personage politiek? Nee. Is de naam van het personage een nummer? Nee. Heeft het personage iets te maken met vleermuizen? Nee. Was het personage lid van WWE? Wat is WWE? Nee, denk ik. Heeft het personage geen foto? Nee. Heeft je personage je boswinning gegeven? Nee. Is het personage ouder dan 20? Weet ik niet. Komt je personage uit een anime? Uit een anime, Japanse animatie? Weet ik niet. Heeft hij een tv-programma? Nee. Staat hij op de poten? Nee. Is je tussen de, weet ik niet, hoe oud hij is? Bedacht door een YouTuber? Weet ik niet. Ouder dan 10? Weet ik niet. Speelt het personage in films? Nee. Is het personage ouder dan 40? Weet ik niet. Heeft je personage survival tips? Geeft hij dat? Nee. Schrijft het personage veel? Nee. Ik denk aan Akinator! Hij heeft het nu wel geraden. Te webgenie. Goed zo, Akinator. Je hebt het toch na 45 vragen gehaald. Dat heeft toch wel even geduurd hoor. Maar zeer goed gedaan. Oké, dames en heren. Dit was Akinator alweer. En shout-out naar Ferns om deze te editen. Ik vind het echt super fijn dat hij dat wil doen. Maar ja, dat hoeft niet per se. Maar hij wil het. En ik laat het dus allemaal aan hem over. Funs, bedankt ervoor. Dames en heren, ik dank jullie voor het kijken. Jullie mogen in de comments achterlaten wat ik volgende week weer moet gaan zoeken. Want volgende week komt er sowieso alles komt weer terug. Vanaf 7 uur is er weer altijd een video online. Dames en heren, dank jullie nogmaals voor het kijken. En tot de volgende keer.